vervolgt Frederik haar reis op La Palma. Nu terug naar Barbados. Op het Caribische eiland begint een nieuwe dag. Sven en Céline genieten van hun verlaten huwelijksreis. Door het overlijden van Svens moeder zijn ze daar 2 jaar geleden niet aan toegekomen. Barbados is de ideale plek om zorgen te vergeten en nieuwe ervaringen op te doen. Hun dochtertje Nienke wordt goed opgevangen in het kinderdagverblijf van het hotel. En zo houden ze tijd voor elkaar. Want als je in de Caribbean bent, moet je wel het water op. Welkom to Barbados. Thank you very much. Welcome aboard Miami Cruises, okay? Okay, thank you. What would you like you guys to do for us, my dear? You slip your shoes off for us. It's a barefoot cruise. Okay. A friendly cruise, okay? Yeah, okay. For a sign of relaxation. We will do it. Ja, het is ook wel even lekker hoor, om samen zo te genieten. Oh, dat is echt lekker. Je kunt op Barbados op veel manieren van de omgeving genieten, maar zeilen is toch wel een van de leukste. De wind in je haren, nippen van een glaasje. De ingrediënten voor een romantische huwelijksreis. Onze relatie was natuurlijk al echt al supergoed. Ik bedoel, wat dat betreft houden we het al super lang met elkaar uit. Maar dit is natuurlijk wel met recht een huwelijksreis te noemen. Waardoor je die gevoelens wat dat betreft ook wel weer terugkrijgt. Ja. Dus het geeft zeker een boost op onze relatie. Ja. Barbados wordt wel Diverse Paradise genoemd. Onder water leer je de inheemse bevolking kennen, de Green Sea Turtle. Eigenlijk is Barbados gewoon één groot bounty-strand. Er is een tropisch klimaat met een gemiddelde temperatuur van 26 graden. Het is er dus vrijwel het hele jaar door warm en zonnig. Dit is een plek om te genieten. Benieuwd hoe het met Nienke gaat. Meisje verhalen? Ja, dat ben ik niet. Hi. Nienke. Nienke. She's asleep. Is she sleeping? Oh, ze even eng. Oh. Oeh. Even wennen weer. Lief. Ze wennen. Net een beetje wakker. Een beetje wakker geworden. Oh. Ja, lekker te slapen. Vandaag. Ik zie je. Ik zie je. Ik denk dat jij ook even op de cirkel zag. Ja, ik vind echt dat we een geweldige vakantie hier hebben gehad. Heel erg ontspannen. We zijn lekker bijgekomen. Heel erg genoten van het feit dat het hier mooi weer was. 30 graden. En thuis natuurlijk aan het vriezen is. En nou ja, we hebben gewoon lekker heel veel tijd met z'n tweeën doorgebracht. Maar ook met z'n drieën. En dat was echt heel erg leuk. Lekker bijgekomen. Zo eindigt een droomvakantie op Barbados. Vliegen naar Barbados kan vanaf €578 per vlucht en €899 met verblijf erbij. De vlucht duurt zo'n 11 uur en het is daar 5 uur vroeger. Voor meer informatie kijk op dreamtravel.nl. Terug naar La Palma. In het zuidoosten ligt een van de leukste plekjes van het eiland. De gezellige en kleurrijke badplaats Tazacorte. De plek om een vers visje te prikken en uitvoerig te relaxen op zwarte lavastranden. Die overal op La Palma te vinden zijn. Maar relaxen kan ook anders. Hoog in de bergen ligt een speciale salon. Guten Tag. Sie bekommen heute ayurvedische Massage und lassen sich einfach entspannen. Het verschil tussen een normale en een ayurvedische massage is het gebruik van een flinke hoeveelheid kruidenolie. Het effect is niet alleen ontspannend en reinigend, maar schijnt ook lichaam en geest dichter bij elkaar te brengen. Ach, heerlijk.
zo raar. Ik ben gewoon een instrument, een soort xylofoon, drumstel. Ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee moet, maar het schijnt dat je innerlijke blokkades opgeheven worden. Ik heb echt zo'n leuke week gehad hier in La Palma. Ik ben helemaal ontspannen. Ik bruis weer van de energie. En ik had niet gedacht dat je hier zoveel verschillende dingen kan doen. Vulkanen, beklimmen, paardrijden, massages. Het is echt genieten hier. Ik heb nu al weer zin in de volgende reis. Een vlucht naar La Palma kan je vanaf €119 boeken. En vanaf €610 met verblijf erbij. De vlucht duurt 4,5 uur en het is plaatselijk 1 uur vroeger. Voor meer info kijk op dreamtravel.nl. Volgende week gaat Frederik naar Tobago, waar alles in het teken staat van carnaval. En dit is your carnaval. It feels good. Just winding down. You look fabulous, Frederik. You're making a carnaval. You look wonderful. It feels good. En we gaan met een heel speciaal gezin op droomreis naar Orlando. Tot volgende week.